Je houdt gewoon van mensen ontmoeten. Van mensen ontmoeten, praten, kletsen. Ja. Ja. Mevrouw, goeiedag. Charles. Hallo. Hey. Bak hier doen? Tuurlijk. Wat tijd. Maar vertel even, hoe ben jij buschauffeur geworden? Dat was moeilijk door mijn taal. Mijn taal was niet zo goed, dat 2 jaar geleden. Zij heeft een taalcoach van mij geregeld via die vluchtelingenwerk. Het was moeilijk, maar nu ben ik een buschauffeur. Je bent oorspronkelijk dus een vluchteling uit? Van Nigeria. Daar voel ik me niet meer veilig. En ik wil naar andere landen om een nieuw leven te beginnen. Een veiliger te leven. Veilig te leven, ja. Dat is belangrijk. Wat vind je zo leuk aan buschauffeur zijn? Om met mensen te praten, kletsen, groetjes doen, zwaaien. Ja. Alles, ja. Dat vind ik echt super, super. Charles, wat ga je eigenlijk in het weekend doen? In het weekend? Oh, wacht even. Oh, helaas. Ik moet werken, ja. Oh, je moet weer rijden? Mag ik een klein stukje met je mee? Tuurlijk, kom maar. Wil je ook een bakje doen? Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, delen wij koffie uit. Dus kom gezellig een bakje doen.